Vorig jaar, als het ging over de constructie hier in Sittard, dan ging het over de trainer en de assistenttrainer. Tegenwoordig gaat het over het stadion dat uit elkaar dreigt te vallen. Maar er kwam een hoogwerker, het duurde even, er was plakband. En kijk, alles zit weer veilig vast, soort van. Dus zijn we toch gaan voetballen, een half uurtje later, dat dan wel. Ja, uiteindelijk een half uurtje wachten, een half uurtje later thuis. Valt allemaal wel mee, vannacht een lekker uurtje. Extra slapen omdat de klok teruggaat. Dus dat komt allemaal wel goed. Maar gelukkig kan er gevoetbald worden. In Sittard is alles gerepareerd. Er zijn de spelers er klaar voor. Met wat banden helemaal vastgebonden. En daar nog wat extra tape erbij. Een net gerepareerd. Klusjes, mannen, draaien overuren. Op zaterdagavond hier. En nu alles is gerepareerd. Kunnen we gaan beginnen aan deze editie van Fortuna VVV. De twee Limburgse clubs in de Eredivisie. Doet alles het nog. Er moet nog even een bal gegeven worden. Gelukkig kan Tjomme dat prima. Daar waar dat reclamebord boven hing, bij Fortuna geen verrassing in de opstelling. Het zijn dezelfde elf als tegen Emmen en we verwachten ook in dezelfde formatie. Paslak zou eventueel op een soort vleugelverdediger kunnen spelen. Dan wordt het een soort 5-3-2, maar dat verwachten we eigenlijk niet. Bij VVV wat meer wijzigingen. Roel Jansen is er niet bij, daardoor staat Scheinman linksback. Verder achterin en ook in het doel geen wijzigingen. Lindhorst is terug, dat is uitermate prettig. Natuurlijk, de clubtopscorer erbij. Kettenmoor en Post zorgen daarvoor een beetje voor de controle op het middenveld. Nooitdekker. Ja, zijn precieze rol is nog onduidelijk. Hij speelt Soriano en Wright ook voorin. Yeboah ontbreekt, net als Jansen door een blessure. En Van Ooyen zit op de bank. Hofland NLT. U ziet wellicht de microfoontjes zitten. Ze worden de hele wedstrijd gevolgd. En dat zal later dan in een Foxdoc te zien zijn. Smeets. Ja, 1-2. In eerste instantie mislukt. Maar dan niet zo geweldig verdedigd. Het levert Fortuna de vrije trap op. De bal leek toch hier vrij makkelijk te onderscheppen. Ja, dat gaat dan mis. En vervolgens het haken van Sambu. Diemers hard. En die schiet er maar gewoon in. Ja, dat kan die. Daar laat Kirschbaum zich toch verrassen. Terwijl je weet dat Diemers dit kan. Ja, zwak gekiept bij de eerste paal. Kirschbaum geklopt, daar waar hij toch echt moet hebben. De muur staat niet goed, hij staat niet goed. Daar klopt helemaal niks van. En dan is het Diemers er echt wel de speler naar om daarvan te profiteren. Derde van het seizoen voor hem. Dat is sterk gedaan. Waardoor er nu ruimte komt voor Tobias Pagonik. Lage voorzet, die valt goed voor Fortuna uiteindelijk. Dat had ook zomaar VVV kunnen zijn. Scheiman. Kopkansje voor de spits. Elia Soriano. Post. Geen slechte voorzet. Soriano, oh, hoe doet hij dat? Mooi gedaan. Maar hij zit niet. Uitermate fraai geprobeerd. Voor de spits van VVV. Diemers. Paslak. Vrije trap, ja. Wat de complimenten van Diemers krijgen. Kettenmol zegt, is dat tegenwoordig al een vrije trap waard? Nou, doelman Kirschbaum is natuurlijk gewaarschuwd. Ik neem aan dat dat van tevoren ook al het geval was, hoor. Dat ze hem vaak genoeg hebben gewezen op de kwaliteiten van Diemers. Mocht het nog niet bekend zijn, dan intussen dus wel. Hopen dat de muur wat meer solide is voor VVV. Over die muur en weer. Hij doet het weer. Deze is schitterend natuurlijk. Wat een klasbak. Mark Diemers.
Want je kan een specialist worden genoemd. Je moet het af en toe ook eens een keer laten zien. En dat doet hij twee keer op geheel verschillende wijze in deze wedstrijd. Oh, die bal schiet door Lindhorst. Nog net gepakt door Kozelek. Raakt hem niet vol, maar mede daardoor verdwijnt hij bijna in de verre hoek. De corner van VVV vrij makkelijk te verdedigen. En Paslak heeft de snelheid, maar heeft de bal niet. Nu heeft hij hem wel. Heeft Cies bij zich. Die is ook rap. Zoeken naar Cies. Hier is hij. Samu komt erbij gesprint. Cies weet dat daar Paslak nog is. Paslak, ja, de counter misschien niet vlekkeloos uitgevoerd. Maar wel goed gedaan. En dan komt er al een wissel bij VVV en gaat Lindhorst eruit. Op het moment dat Paslak overschiet, heeft hij ergens last van of is dit tactisch? Opoku erbij. Nooidekker is nu linker middenvelder geworden. Kettemol punt naar achteren, Post iets meer naar voren. Opoku op rechts. Het lijkt me bovenal een tactisch ingreep van Maaskant. Nou, dan is de wissel natuurlijk wel een opvallende, want de clubtopscorer wordt eruit gehaald. Er zijn er weer zes voor het doel van VVV. De bal schiet door en wordt gepakt door Kozelek. Wat van Kettermol. Obashima richting Opoku. Cox nog net. Opoku klaarleggen en het schot. Kan Post net niet lekker drukken. Het is wel ja, wat beter dan wat we nog voor rust hebben gezien. Een lange bal die in ieder geval wat oplevert. Het is geen makkelijke bal voor Post. Cies, ruimte om uit te halen. Cies, en het is 3-0. Bal komt zomaar voor zijn voeten en Amadou Cies haalt uit. De flikvlak die nog wel eens wat problemen op heeft geleverd, mag er nu wel uit. En dan is VVV best aardig begonnen aan de tweede helft, maar staat er 3-0. Bal komt bij toeval voor zijn voeten. Maar dan denkt Cies, nou weet je wat. Als ik hem toch krijg, schiet ik hem er maar in ook. En nu mag hij. Hatsé. Right. Bal lijkt te hard, maar wordt wel binnengehouden. Dat zou hem dan moeten zijn voor Opoku. Aannemen en schieten. Goed gekiept door Kozelev. Het schot daarna mislukt. Het hakje ook. Opoku nog eens een keer voor. Kozelev heeft hem. Ja, het zijn grote kansen voor VVV. Maar de ploeg scoort zo moeilijk. Dit is goed werk. Opoku kan niet ineens uithalen. En dan gooit Kozelev zich ervoor en stopt hij met het hoofd. Bal draait richting Sambu. En dat doet Russelen niet goed. Die wil een vrije trap, krijgt hem niet. En die krijgt Sambu misschien wel. Nou, Diemers mag door. Diemers, hoek lastig. Maar het is wel 4-0. Bal wordt nog aangeraakt. Het is zijn derde. Fortuna 4, VVV 0. Een slimme, een hele mooie en een fortuinlijke van Diemers in deze wedstrijd. Sambu zou ergens de bal met de hand daar hebben geraakt. Ja, dat is dan de reden. Het is geen overtreding. Het is Hens. 31. Fortuna krijgt de vrije trap. Het is een merkwaardige beslissing. Maar ik snap dat als je de beelden niet ziet, het niet te begrijpen is. Want nu krijgt Fortuna dus de vrije trap. Die Hensbal zorgt ervoor dat het doelpunt niet telt. Voordeelregel die Makkeli toepaste natuurlijk. Weer ongedaan gemaakt. Dan krijgt Fortuna alsnog de vrije trap. Zou wel mooi zijn natuurlijk voor Fortuna en Diemers als hij nu alsnog erin schiet. Drie vrije trappen in één wedstrijd. Dat is zelden vertoond. Twee, dat is bijvoorbeeld Schöne nog wel eens gelukt, niet zo heel lang geleden. Drie, dan moeten we heel lang terug. Lukt het Diemers? Nee. In ieder geval nog niet. Er is nog tijd genoeg voor VVV om terug te komen in de wedstrijd. Geloof om nog terug te komen in de wedstrijd, dat is eigenlijk een ander verhaal. Schot is hard. Kozelev redt en de rebound valt goed voor Fortuna.
Fortuna is natuurlijk ook niet de meest stabiele ploeg van de Eredivisie. Dus je weet maar nooit wat er gebeurt als VVV echt de geest krijgt. De bal draait in. En de vrije kopkans levert het doelpunt op. Daar is de treffer die niet geheel uit de lucht komt vallen. Opoku kopt hem erin. Staat daar wel behoorlijk vrij zo vlak voor Kozelev. Ja, dan heeft de keeper natuurlijk ook geen kans meer. Opoku. Teki met de arm. Schot van Opoku. Nou, dat is de bovenkant van de lat. Als die erin had gezeten, dan had Diemer zich nog zorgen moeten maken of een van zijn vrije trappen nog wel de mooiste was geweest. En weer een vrije kopkans. Opoku, daar hing dus nog wel iemand een beetje lastig bij hem. Het is moeizaam nu bij Fortuna. Diemers loopt. Nee, hij loopt er blijkbaar niet zelf tegenaan. Toch een penalty. Pagonik krijgt de strafschop tegen en daarvoor ook geel. Omdat Sies dus blijkbaar niet tegen hem oploopt, maar hij het blok zet ten opzichte van Sies. Ja. Ik heb de indruk dat hij wat makkelijk is. De VAR zal hem zeker niet overroelen. Want er is wel degelijk contact. Pagonik snapt er niks van. En Diemers, die zijn eerste kans op 3 doelpunten in deze wedstrijd voorbij zou gaan. Toen had hij die derde natuurlijk al gemaakt. Na ingreep van de VAR. Nu dan alsnog voor zijn derde in deze wedstrijd. En om deze wedstrijd te beslissen, Diemers schiet hem er heel rustig in. Kalm in het hoekje. 4-1. En van een echt slotoffensief zal dus geen sprake meer zijn van VVV. Een penalty en 2 vrije trappen. De man van de standaard situaties. De man die zo bepalend is voor Fortuna. Dit seizoen en zeker vanavond. Mark Diemers eruit. Een publiekswissel voor hem. Fortuna wint met 4-1 van VVV. En onderstreept de goede vorm waarin de ploeg verkeert. Dat was al tegen Feyenoord, een helft tegen Emmen en ook vandaag weer een grotendeels prima wedstrijd.